Welkom in deze drukkerij uit 1916. Deze drukkerij staat vol met boeiende machines uit die tijd. Nu nog steeds, twee keer per maand, staan hier mensen te draaien. Je kunt het je nu bijna niet meer voorstellen in deze tijd van smartphones en computers. Maar deze machines kunnen nog veel meer dan onze telefoons kunnen. Kom, we gaan even kijken. Dit is een kniehevelpers. Hiermee werden pagina's van een boek gedrukt. Nou, wat zie je hier voor me? Dit is een mal en die is gemaakt van gietijzer. Nou, hoe werkt het? De eerste machinebediende die zal de mal besmeren met inkt. En de tweede machinebediende die zal dan vervolgens met een vel papier hier zo op de mal leggen. Die zal vervolgens deze plek dichttrekken. Dan gaat heel de mal onder de pers. Daarna hevelt hij de hendel naar zich toe, de pers gaat omlaag en drukt zo prachtige letters en plaatjes van je mal op papier. En heb je de eerste twee pagina's van je boek. Met twee man aan deze pers drukten ze per 12 uur 800 vel af. En daarna moesten de vellen nog een aantal uur drogen. Dat lijkt misschien veel, maar tegenwoordig draaien ze 10.000 stuks per uur en is dan meteen droog. Zo, mijn vingers zijn goed smerig geworden bij die drukpers. Ik denk dat ik maar even een stofjas aan ga trekken. Goed, we hebben hier een ladekast vol met letterbakken. En in elk letterbak zit een lode letter. Ik heb hier een G bijvoorbeeld. Heel klein, en daarmee kun je een heel tekst zetten als je genoeg geduld hebt. En dan hebben we hier een klein voorbeeld. Dit is een Z-raam en daarmee kun je in het spiegelbeeld je teksten zetten. Spiegelbeeld natuurlijk, want anders klopt het niet. Goed, vind je dat leuk? Kom binnenkort eens op een zondag langs. Dan gaan we hele leuke kaartjes maken met jouw naam. Dit is een regelzetmachine. En het werkt als volgt. Je toetste hier op het toetsenbord de letters in die je wilde hebben om je regel te vormen. De regel voor elke regel in de mal. En het werkt letter voor letter. De letters vielen naar beneden, maar om ze aan elkaar te krijgen, moest het lood met 240 graden verwarmd worden. En dan kwam het, als het eenmaal afgekoeld was, als één regel eruit.